Mijn naam is Wilco van der Kamp uit Leiden, net als Jaap Montagne. En als er in dit blokje iets duidelijk is geworden, dan is het hoe belangrijk moeders zijn. Ook ik heb een gedicht over mijn moeder uit mijn bundeltje. Alles kan altijd gebeuren. Op een van haar laatste dagen wilde moeder een pannenkoek eten. Bijna gewichtloos lag zij verdronken tussen de lakens in haar bed. Eerder die week wilde zij ons allemaal de kamer uit om alleen te zijn. Het was voor het eerst dat ik haar iets zag vragen voor zichzelf. En nu wilde zij afscheid nemen van een pannenkoek. In de keuken klakte tante uit gewoonte met haar kunstgebit, nam bloem, melk, eieren, schonk het beslag flinterdun in warme boter. Ik pakte een bord, bracht moeder het baksel. Aan de geur had zij genoeg. Precies zo ging het als we praten. Dorst, moe, medicijnen, slapen. Al het andere bleef onaangeroerd. Wat er met die pannenkoek gebeurde, ben ik vergeten. Weet alleen nog hoe de suiker voor onze ogen smolt. Als sneeuw op een platte aarde, waar je aan de rand gekomen zomaar van verdwijnen kon.